Het verzoek tot het ontwikkelen van een standaard specificatie voor etikettering van voorverpakte levensmiddelen is vanmorgen tijdens een informatiebijeenkomst aan de orde gesteld. Het Surinaam Standaardenbureau, SSB, die de bijeenkomst organiseerde, geeft aan dat dit verzoek is voortgevloeid uit Health in All Policies Project, HIAP, onder leiding van het ministerie van Volksgezondheid. Voor het ontwikkelen van deze standaard is er door een werkgroep van HIAP een beleidsplan voorgesteld in het belang van de vereisten van voorverpakte levensmiddelen. Om deze standaard te ontwikkelen, dient het SSB een technische commissie in te stellen die zal bijstaan bij het vaststellen, ontwikkelen en onderhouden van standaarden. Ingrid de Bel-Simpson, directeur SSB, geeft aan waarom er een informatiesessie hieraan is gewijd. Om het te doen middels een informatiebijeenkomst, omdat de nieuwe stijl van de ontwikkeling van standaarden eigenlijk nu ook de mogelijkheid biedt, zeg, wanneer je draagvlak zoekt, om dat te doen in zo'n setting waarbij je alle stakeholders bij elkaar hebt, die gaan brainstormen over dus die opdracht die aan ons wordt gegeven, het voorstel dat wordt ingediend. 1. Of we het gaan doen en zo ja, hoe het gedaan moet worden. Dus dat is zo'n beetje het doel geweest om langs de vernieuwde procedure te komen tot consensus en draagvlak om die standaard te ontwikkelen. Simpson geeft verder aan dat het SSB een ieder wil betrekken die er belang bij heeft om een standaard te ontwikkelen. Consumenten en consumentenorganisaties. U moet denken aan de industrieën. U moet denken aan dus producenten van levensmiddelen. U moet denken aan academici, mensen die daar onderzoek over kunnen doen of hebben gedaan. U moet denken aan gewoon de regering, dus de publieke sectoren. Want de Health in All Policy op zich is al een intersectoraal gebeuren. Maar ook de standaardenontwikkeling, daar moet je zowel de publieke als de private sector erbij betrekken. Dus wanneer de uitnodigingen de deur uitgaan, dan ga je al deze groeperingen ook moeten uitnodigen en erbij moeten betrekken. En we zijn natuurlijk verheugd wanneer de mensen dan in grote getalen vertegenwoordigd zijn en dat is vandaag inderdaad het geval geweest waarbij we dus van verschillende kanten mensen hier hebben gehad. Dus die met ons willen nadenken en eigenlijk ook hun bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van deze standaard. Tot zover Ingrid de Bel-Simpson, directeur SSB. Onze nieuwsdienst sprak haar naar aanleiding van de informatiebijeenkomst voor het ontwikkelen van een standaard voor specificatie voor etikettering van voorverpakte levensmiddelen.